Hey allemaal, ik ga zo weer het Bijbelverhaal vertellen. Maar eerst wil ik weten of jullie nog weten waar het Bijbelverhaal vorige week over ging. Ja, het ging over Jezus en zijn leerlingen. En waar gingen ze ook alweer heen? Naar Jeruzalem. We gaan nu verder met het verhaal. Dus doe je één oor open, je andere oor open, je ogen open en je mond gaat op slot. Het is feest in de stad. Jezus en zijn leerlingen gaan daarom samen eten. Maken jullie alles klaar? Vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Dat doen ze. En de leerlingen dekken de tafel. Ze leggen het brood neer en zetten kommetjes met olijfolie naast. Daar kan je stukjes brood in dopen. En ook schenken ze de bekers vol met wijn. De tafel is klaar. Het is donker. De avond is begonnen. En Jezus gaat aan tafel. En ook de leerlingen komen erbij. Ze breken stukjes brood en dopen het in de olijfolie. En ze nemen een slok van hun wijn. En ze praten met elkaar. Maar Jezus die kijkt een beetje verdrietig. Hij zegt, nu zitten we nog gezellig samen te eten. Maar straks wordt het anders. Ik word gepakt. Ik word gearresteerd. En dat komt... omdat iemand van jullie gezegd heeft waar ze mij kunnen vinden. Iemand van jullie zal mij verraden. De leerlingen schrikken een beetje. Maar dat kan toch niet, zegt ze. Ik ben toch niet de verrader? En ook Judas kijkt Jezus met grote ogen aan. Ik ben het toch niet, vraagt hij. En Jezus kijkt naar Judas. Jij zegt het. En Jezus pakt een stuk brood. Hij dankt God voor het eten en hij breekt het brood in stukjes. En alle leerlingen krijgen een stukje. En Jezus zegt, eigenlijk is dit stukje brood een stukje van mij. Denk aan mij als je dit brood eet. En Jezus pakt een beker. Hij schenkt het vol met wijn. Hij geeft de beker door. En Jezus zegt, neem allemaal een slok uit deze beker. Denk aan mij als je een slok neemt. En het is stil aan tafel. De leerlingen eten het brood en drinken de wijn. En ze denken aan Jezus. En na het eten zingen Jezus en zijn leerlingen psalmen. En ze danken God. En dan gaan Jezus en zijn leerlingen een stuk wandelen. Ze lopen over de Olijfberg. En het is al laat op de avond. Het is al bijna nacht. Het is donker. Wat jullie nu thuis kunnen doen, is zelf de Bijbelliedjes gaan luisteren. Of je kan kijken of je dit verhaal kan naspelen met papa en mama. Wat ook heel erg leuk is, om een keer zelf te ervaren hoe donker het kan zijn. En wat heb je dan nodig om het niet meer donker te laten maken? Succes!